Professor, er is bezoek voor. Geen bezoek. Dat is raar, hè? Ze had die reactie voorspeld. Ze heeft me wel gezegd in dat geval dat ik u aan iets moest herinneren. Namelijk dat u... dat zij er al die jaren heeft voor gezorgd dat uw papieren in orde waren. Het schijnt natuurlijk complete ramp op dat vlak. Iemand die zo goed voor gezorgd, die zou ik niet lang laten wachten. Mevrouw Snijers. Professor. Moment. Je ziet er niet al te best uit. Je hebt al iets gegeten. Ik dacht wel dat dat een probleem zou zijn. Vers gebakken cake. Heel proper ingepakt. Ja, dat is zwart van onder, dat snijd er maar af. Het is de eerste keer dat ik zoiets bak. Het is een recept van Connie. Allee, ik heb er wel een persoonlijke twist aan gegeven. En ik heb er van onder een veiling gestoken. Humor. Ik kan maar proberen. In de gevangenis wordt er niet zoveel gelachen. Dit is een plek van weinig hoop. En korte momenten van verstrooiing zoals deze werken eigenlijk alleen maar verwarrend. Dat is een speciaalke, hè? Als iemand bezoek heeft gehad, moeten we die altijd grondig controleren. Je weet nooit wat ze proberen binnen te smokkelen. Het is oké. Het is niet oké. Connie, attack! Hij heeft er twee, hè, Connie.